Ja, dat werd denk ik wel even, even schrikken, of net? Ja, ik was bel, ik rond op de stad en toen hoorde ik dus dat er water in de ark kwam weer. En ja, er had mankement geweest aan de tank, zeg maar. Wat normaal, dus wat het naar boeten ging, maar dat er toch water maken. Nou, we waren er gelukkig op tijd bij, dus we konden de brandweer bellen en die had hem helemaal leeggepompt. Maar hoe kon dat nou? Ja, brandweer zit ek. Het is, hoe vaak komt dit voor? Zij weet het echt net. Zij kan net vertellen van wat je nou precies onder Hongerwest had. Dat tankje dat wetter maken. Het wordt nog niet zocht. Maar het belangrijkste is dat we er goed op tijd waren. Want je zei al even, juster wie het heel druk. Je hebt juster iepen. Had dat er misschien wat te krijgen? Nee, er wie een juster ongristelijk soort meesken. Honderden meesken, een liedse toes, meesken hadden er wel west. Maar daar had het net mee te krijgen. Hè. Dat is dat kan je eigenlijk wel gaan. Je wil wel meer. Natuurlijk doet er het Centrum Bier voor Architectuur, de Ark, kwam er een heel soort meisje voor de vliegen. Daar had ik niks met een meisje. Maar het is gewoon dat die wettertank, ja, dat ter wat mee onder hond weer. Maar goed, dan begint zo'n ding wel te zinken en dan begint er wetter te meisje en er zit natuurlijk van alles binnen. Ja, er zit, maar dat is gelukkig net gebeurd. We zijn er goed op tijd bij. Dat is, ja, je moet je net voorstellen van wat er echt gebeurt kan hier. Maar dat doen we maar net, want... Nee, het is gewoon een dom mankement. Ja. Een dom mankement wat je in het HCL zelf nooit meemaakt, maar bij zijn drillen iets. Dit hebben we dan nooit meemaken, dus. Maar wie beschik je gewoon hier te gingen, aanstik weer, de stroom kunnen weer op en dat we familie. Want just rek, er is natuurlijk een soort belangstelling voor de talentuin en collega's van Avokje bij MEM komen een soort meesken. Nou, je merkt het ook, hè, van de morgen in de stad. Hoeveel Belgen, Duitsers, toeristen uit de rest van Nederland je binnen het Peerske Week heen. Die willen we natuurlijk wel even ontvangen. Die willen we wel even, is mooie tentoonstelling zien litten. Dus het is gelukkig al een keer weer. Wie beziek je? Je hebt het tegen om hier in oren. Ja, we dachten eerst, doet het op redactie binnenkomen van dit is wel een 1 april grap bij. Een drillende uitstalling die ontzinken is. Nee, mooie 1 april grap. Een Fries Museum hiek van de morgen ook nog even langs West. Matahari, hè, mooie foto van Churchill en Matahari. Is ook een grappen. Nou, en porno boekjes bij de collega's van het resort. Nee, we gaan absoluut net. Daar heb ik geen tijd voor 1 april grappen. Het is net een 1 april grap. Nee, zo'n aardje moet er net om denken. Het is een skip natuurlijk, er kan wel wat gebeuren, maar nee, Safir is net.